Goedenavond. Het is zaterdag 29 juli en dit is het overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het fietspad bij Sint-Philipsland werd onlangs vernieuwd door wegbeheerder Het Waterschap. Maar dit stuk van bijna 5 kilometer is er veel slechter aan toe en kan voorlopig niet worden vervangen. Fietsers uit de buurt balen. Het zijn vooral scheuren en opstaande randjes. Dat is wat heel vervelend is, waar je dus niet op kan rijden. Waar je voorzichtig, ja, het zijn net tramrails, zeg maar, waar je voorzichtig moet zijn. Volgens Het Waterschap was de keuze praktisch. Het vernieuwde fietspad was eenvoudiger op te knappen en wordt meer gebruikt. Daarbij ligt het slechte deel er volgens waterschapsbestuurder Marien Weststraten helemaal niet zo slecht bij. Zeker gezien het feit dat er zojuist een mevrouw met een kind voorop hier voorbij komt vliegen. Dus wat dat betreft ligt het beter dan de fietspaden in België. Wel zegt Weststraten dat het moet worden aangepakt. Maar dat gaat nog jaren duren. En dit is waarom. Om te komen tot een breder fietspad dan er nu ligt, met goede fundering eronder. Daar is geld voor nodig, daar zijn onderzoeken voor nodig. Een verhardingsonderzoek, een milieuonderzoek, want tegenwoordig in Nederland zit alles vol met regeltjes en dat moet ook wel voldoen. En ja, zo hebben we dat in de tijd weggezet en we schatten in dat het ongeveer in 2026 kan worden aangepakt. Nog een paar jaar geduld dus voor dit fietspad wordt verbreed en opgeknapt. IJsendijken ontwaakt na wat voor sommige mensen misschien wel een kort nachtje is geweest. Want het festival Weitje Rock is hier volop aan de gang. En voor het eerst kunnen mensen ook blijven slapen op de camping vlakbij het festivalterrein. Dus even kijken of die festivalgangers een beetje hebben geslapen. Nee, voor geen meter. Er stond wat muziek aan en waren mensen te snurken. Maar ja, dat maakt niet uit. In totaal kamperen er dit weekend zo'n 80 festivalgangers op het terrein. Niet iedereen werd vanochtend even fris wakker. Hoe gaat het? Dat gaat best goed. Met die pilletjes. U had wel even een paracetamolletje nodig. Ja, een hele zo'n grote wel. De een neemt pijnstillers tegen de kater. De ander begint de dag gewoon weer met een biertje. En daarna op naar de tweede en laatste dag van het festival. Wie is de beste palingroker van onze provincie? Dat wordt hier vandaag in Kerkwerve uitgemaakt tijdens de Open Zeeuwse Palingrookkampioenschappen. En die palingen die worden beoordeeld door de jury op kleur, op geur en natuurlijk op smaak. Kijk. Ze krijgen allemaal identieke paling. Dikte, lengte, alles is hetzelfde. En dan kan het rookproces beginnen. Iemand die als geen ander weet hoe dat moet is Cor uit Kerkwerve. Hij doet al 26 jaar mee aan het kampioenschappen. Ja, wat maakt het leuk? Je maakt iets wat moois van een paling. Dus, en dat lukt altijd niet, maar het lukt ook wel eens. Dat zijn de wedstrijdpalingen, die haal ik eraf. Een ideale paling is wat mij betreft gewoon een mooi, vettig, gerookt visje die makkelijk van de graat afkomt. En dan is alles wat te is niet goed. Dus te vet, te gaar. Ja, en daar moeten de mannen mee spelen. En de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Vandaag lukte dat het best bij Daniel Den Haan uit Zierikzee. Zijn vis scoorde volgens de jury het best op het totaalplaatje. De start van de 31ste superfinale van de Supercross in Aagtekerken. Gelijk een bochtje naar links. Een moeilijke start voor de deelnemers aan deze superfinale. Maar als beste is weg Mark Boot uit Kamperland. Hier rijdt hij vooraan het deelnemersveld. Hij won de afgelopen 2 edities van de Supercross in Aagtekerken. En is ook nu goed weg. Voorafgaand aan deze Supercross was er veel gedoe over de reclameborden. Ze waren weggehaald door de gemeente Veren. En later weer teruggeplaatst door de organisatie. Maar er was alsnog genoeg volk op de been om deze superfinale te zien. En die toeschouwers zien een superieure Mark Boot. Hier komt hij over de finishlijn. Hij wint voor de derde keer
oprijden Supercross in Aagtenkerken. De tweede plek is voor Barney Stekete uit Ierseke en de Belg Jamie de Leersnijder wordt derde. Maar de winst is opnieuw voor Mark Boot. De meeste mensen verwachten ook wel een beetje dat je wint. Je weet gewoon dat je concurrenten weten van, oh, hij is er, weet je wel. Dus iedereen staat ook op point om je te verslaan. En dat neemt best wel veel druk met zich mee. En dat maakt het aan de ene kant leuk, maar dat maakt het aan de andere kant ook wel fijn als je zo hier op een bult staat. En dan met z'n drieën en je mag dan in het midden staan als eerste, dan valt er wel een heleboel van je af, zeg maar. Na een droge start met een paar opklaringen werd het vanochtend behoorlijk donker en een paar buien waren ook niet van de lucht. En sommige plaatsen hadden meer dan 5 mm aan neerslag. Maar het klaarde net zo snel weer mooi op met wat stapelwolken en bij zee stond windkracht 5 tot 6. Laat vanavond neemt de kans op een bui van zee weer toe en vooral vannacht is er kans op enkele buien in de kustgebieden. Minimumtemperatuur van 14 tot 16 graden en het blijft waaien. Morgen zijn de opklaringen goed voor een paar zonnige perioden en een enkele lokale bui. In de namiddag en avond komt een front uit het westen en het geeft vooral morgenavond regen. Het zal ook nat gaan eindigen. Maximumtemperatuur morgen 20 tot 22 graden en opnieuw een matige tot krachtige zuidoostenwind. Maandag begint heel nat en ook daarna is de zomer behoorlijk van slag met geregeld een flinke regen of zelfs onweersbui en maximumtemperaturen in het algemeen onder de 20 graden grens. En tot zover. Straks dan ben ik nog bij u terug met Zeeland de Week. Dus graag tot zo.